Je eerste dag in het Heerenveen-shirt. Blij om hier te zijn? Ja, ik ben zeker blij om hier te zijn, ja. Ja, wat wist je al van Heerenveen voordat je hier kwam? Ja, ik had sowieso Denzel gesproken. Hij zei dat het een grote club was. Veel supporters. Supporters zaten achter je. Het is een mooie club. Ja, ik speelde sowieso met Sparta nog na competitie. Dat is niet zo goed geëindigd. En dan zat ik nog een paar dagen mee. Totdat mijn zaken ineens me belden van ja, we hebben contact met Heerenveen. Ja, dan verander je moed wel gelijk. Ja, je zei het al, Denzel Dumfries. Die ken je ook persoonlijk, hè? Ja, die ken ik ook persoonlijk, ja. Jij maakt eigenlijk dezelfde route als hem. Wat heeft hij nog tegen jou gezegd hierover? Ja, dat hier wel goed voor, is voor mijn focus. En dat ik hier wel mijn stappen ga maken. Ja, en Denzel, die kennen we, heeft natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid. Ben je qua spel, kun je ook met hem vergelijken? Ja, we willen allebei aanvallen. We willen allebei onze man uitschakelen. Ik denk wel dat we hetzelfde type spelers zijn. En wanneer sluit je aan bij de groep? Zaterdag al. Ja, zaterdag begint dan de eerste training. Wat verwacht jij van komend seizoen? Ja, dat ik gewoon hier gewoon mijn werk kan doen. Dat hier gewoon 100% kan focussen. En belangrijk voor de club kan zijn. En zeker voor de supporters. Ik heb tijd zat om. Wacht. Zeker. Heel goed.